Kowalski. Goeie voorzet voor de koning. Ruiter is eruit, maar Ruiter wordt gepasseerd. Door de benen van Ruiter. 1-1. Ik durf zeggen, het vaardigheid is geschied. Dalfing. De koning. Dalfing gaat door. Bal bij Lubanski. Van Ruist bij hem. De voorzet en de kopbal en het doelpunt van Bob Dalfing. Lubanski, mooi van Lubanski. Op links buis, daar is hij. Lubanski en het wordt 3-0. Wij spelen zo'n minuut of drie. En dat is meteen 1-0 voor Lokeren. Bij die vrije trap van Verheijen. Na 3 minuten spelen, dat de belangrijke eerste doelpunt is er. Lokeren staat 1-0 voor. In buitenspel van Somers gaat doelman Lobbe waarschijnlijk proberen dat hem die bal nu in het doel leggen. En het is 2-0 voor Lokeren. En dat in de Lokeren zal het zeggen. Laat maar, eerst goed schoppen deze wedstrijd. Lobanski is niet binnen. Altijd Larsen, overtreding en strafschop. Na 7 minuten zware verantwoordelijkheid. En voor Lubanski. En buiten bereik van Silja, 0-1 voor Lokeren. Jasper Lubanski loopt op de bal in het doel. Misverstand. Verre pas van Dardenne. Jaspers willen die bal terugspelen, misverstand. Met Pap. En Lubanski kon die bal in het doel laten lopen. En lopen na 31 minuten met een 1-0 voorsprong. Samenspel Darden Lubanski. Lubanski langs Lespois en Iman Kudelko en 1-0. In het laatste kwartier probeerde Waterschij op zijn beurt pressie uit te oefenen, maar de Limburgers en vooral Heilige hadden hun beste krachten opgebruikt. De voorsprong van Lokeren kwam niet meer in gevaar. Somers, oud-swinger, Lubanski binnen. En dat is dan het doelpunt van de zekerheid. En dat komt na 31 minuten in de tweede helft. De 47e vrije trap in deze wedstrijd. Een oud-swinger van Ronnie Somers. Lubanski goed geplaatst en 2-0. Larsen nog maar eens weg achterna gezet door Scheen. Scheen is in de weg en Lubanski daarom in extreem is 3-0 van te maken. Dus Beringen dat resoluut alles in de aanval had gezet zonder dekking. Ideaal voor de tegenaanval en die kwam er dan uit via Lubanski, Larsen en Lubanski om af te ronden. En dus 3-0. Lubanski achter de bal. Lubanski. En Mattie naar de goede hoek, maar toch 1-0, 25 minuten gespeeld. Gudjonsson nu, alleen Larsen nog voorin. Johnson dan op de solo-tour. Buitenom naar Lubanski. Die legt terug tot bij Pet. Die moet zijn goede voet zoeken. Nee, Verheijen vrijgespeeld. Spektakel voetbal is hun merk. Oh, wat zijn we hebben nu een periode die heel veel achter de rug. Nu een vrije trap voor Lokeren van op een positie die gevaarlijk kan zijn. Lubanski. Ja, Ruiter verrast. En effectbal daar. Lubanski 1-1. Precies na een half uur spel. Schijnbeweging. Verheijen. Lubanski. Een zwak balletje, maar vol effect. Over de muur. Ruiter totaal verrast. En 1-1. Wordt neergelegd en strafschop. Verheijen schiet bijzonder hard, maar Kudelko is slechts in 2 keer te kloppen. Larsen. Mommens. En dan Lato. Snelders naar Mommens.
Een lange voorzet richting Lassie. Die dribbelt in één tijd en steekt over Prudelco binnen 4-1. Snellers, Tobias, naar Larsen, op de rand van het buitenspel, mag doorgaan en 2-0. Opnieuw die fase. En het schot van Larsen. In die tweede periode bracht Club er praktisch niets meer van terecht. Ondanks de inzet van... Goed gedaan hoor nog. En Larsen mag doorgaan. Mudaron heeft wel geduikeld, maar... Ja, en net de bal kunnen doen. Rekken en lopen in staat uit deze slordige fase eigenlijk van Anderlecht. Op voortgang Broos van het potentieel bij Rion. Maar Rion, goede paas Larsen nu, die kan niet missen. Moet toch 2-3 worden. Nog een dribbel en nu scoort hij. 2-3 dan, en dat is dus 6 minuten voor tijd. Lato aangespeeld, geen vreemd van buitenspel. De vreemd omspeeld, dat leek niet zo moeilijk. En dan de pas voor Larsen, die met haakjes langs iedereen wandelde en dan... De bal weggekopt door Schepens in de voeten van Larsen. En eindelijk is er reur bij zich en komt haar fijn binnen. 1-3'er blijven op 20 minuten te spelen. Focusse corner met Verheijen. Dit keer kort voorbij Bus. Hij laat het eindschot over aan René Verheijen en terecht zal blijken mag. 1-4. Verkoppen. Verheijen schiet. Ja, en voorbij Kenis. Durig maar nutteloos druk. Protest. Mag Verheijen trappen. En met nog twee witlemden. Maar ja, Larsen zal het wel alleen proberen. Nee, Verheijen. En dat is dan de 5-0 in de laatste seconde, verdiende overwinning voor Loker. Ja, en die kan er nog snel vandoor gaan. Dat wordt gevaarlijk. Ja, zo gevaarlijk. Dat erin zit, Verheijen. Dubbelpas met Lato. Gudjonsson schiet de bal tegen Kwetter op en Lato legt de bal kalm in de andere hoek. 0-1. De kort teruggespeeld. Lato. En die schiet hem erin. De zoveelste achterwaarts onbegonnen pas, die wordt afgestraft voor een doelpunt. Daar is Lubanski teruggekopt. Snellers en het eerste doelpunt van Loker, gescoord door de nieuweling in de ploeg, Eddy Snellers. Nog altijd Lars, Zomers komt, kan hij schieten, mag helemaal naar voren gaan, Zomers kan hij missen. En 2-0 via Zomers, beloond voor een lange inspanning. Richting Mommes, Van Toorn. Er is de bal aan het rijden. Lato moet. Binnengeschoten door Zomers. De ronde van deze wedstrijd, de cijfers spreken voor zichzelf, 3-0. En dat betekent dat na 11 speeldagen geen enkele ploeg meer ongeslagen is. En er nog een doelpunt van Mommes. Eerste nederlaag van Beerschot tegen een Loperse ploeg die op het niveau gespeeld heeft van een groot lemma voor Mommes op rij, een van de twee. Mommes, en die schiet binnen. Gespeeld, Vrijen, Mommes verlengd en gelijk. Sensatie. Mommes 1-1. Wel, ik zou zeggen een doelpunt zoals dat van Beveren. Een man met een ook bijna perfecte traptechniek, René Verheijen. En dan Mommes net met het hoofd die bal doen afwijken en Pap komt daar niet bij. Die Mommes in één tijd, goed schot en doelpunt. Verheijen, Bruce Johnson. Laat de bal over voor Mommes en 0-2. En kijk wat er nu gaat gebeuren. Mommes, een voorzet. De bal wordt
wordt gestuurd door de winst door de loze ruiter. Ziet die bal in de kruisende landen. 0-1 voor Lokeren. Mommes. Verheijen. Dat ziet er goed uit. Mommes door. Schitterend doelpunt. Heel mooi doelpunt. Het is nu Mommes. Hard schot. En dat is een doelpunt van Gert Jansen. Nadat Ruiter die bal moest lossen. Mommes en hier staat Lars helemaal alleen. Eerst nog de hand van Tomaszewski, maar dan Gert Jansen. En 0-2.